Dit is Ali 17, Ali Gamer, piep. En welkom in een gloednieuwe Minecraft video. Vandaag doen we de NCP Dorp Challenge. Ik heb hier een boek naast me waar challenge in staat. De Top Burgemeester Uitdaging en de Night Stalker Challenge. Op de achtergrond horen jullie piep, want dat is het pakket van piep. Ik ben nu bij mijn oma, dus die heeft een vogel. En die loopt de hele tijd piep te roepen, dus dat is de reden waarom jullie misschien een paar keer piep horen. Laten we meteen beginnen, ik noem het ook. Het is survival. De name world is natuurlijk... Ik noem gewoon NCP challenge. Challenge is echt goed, nee. Oké, boeiend. Ik krijg het goed. Weg! Oké, mooi. Difficulty easy. Cheat aan, waarom niet? Ik hoop bij nee. Nieuw. World type. Old. Oh, old. Seed. 999. Beautiful. Weg. Texture pack. De plastic. Normaal. Laten we de normale doen. Even geen plastic. Oké. Okay. Nou. Hier ben ik dan. Let's start it. Het studio! En als het goed is, ja hoor! We spannen nu in deze beautiful village. Oké, okay, challenge 1 voltooid. Reis tot je een NCP doorvindt in een nieuwe spawn. Pak hem weg, geen voor mijn pop. Kaching! Challenge 2. Dorp gevonden. Reis dan nooit verder dan de zichtlijn. Dit is waar je slaapt en woont. Oké, okay. Laten we eens wat spullen zoeken. En ik ben zijn de burgemeester. En dat is de challenge. En we moeten wat voorzieningen maken, zoals een kroeg en... Dus dat is de challenge. Dus laten we beginnen met de spullen in deze kist aanpakken. Want daar kunnen we wel wat mee. We kunnen een diamond axe maken, handig. Dan gaan we even naar deze smid. Even kijken wat die heeft. En het barst die van de dorpelingen. Jemig. Even kijken of we ook wat eten kunnen vinden. Dat zal wel handig zijn. Even kijken. Nou, bloep, bloep. Oh, kijk, een appeltje. Een appel, daar hebben we toch niks aan. Een appel, dames en heren. Laat ik wat brood maken. Pas brood. Oké, zie het. Jullie gaan terug. Oh, lekker smikkelhapje. Lekker smikkelbroodje. Kijk eens aan. Moeten we nog wat meer wiet vinden. Om te... ja. Oké, laat gewoon ploep. Ploep, ploep. Jij hier. Jij daar. Jij daar. Daar. Oké, mooi. We hebben nu denk ik toch wel een beetje genoeg wiet. Wiet om te beginnen met de challenge. Dat is bouw eerst een kroeg en vind personeel voor de kroeg. Nou, dat gaan we meteen mee beginnen. Oké, laten we eens wat hout verzamelen. Lijkt me handig. Laten we dit even stelen, sorry. I'm sorry, I'm very, 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 Larry, very sorry. But I need it. I need it now. Quick. I need it. I need it now. Quick. Oké, dus we moeten ook een burgemeestershuis maken. Dus, oké. Crafting table en not sticks. Oké, we hebben een goed uitzicht nodig over het dorpje. Oh, dit is wel een mooie. Ja, dit wordt het burgemeesterhuisje. En oh, de kippen willen het net. Nee, blijf van mijn seeds af. Mijn seeds. Ah, kutkip. Kutkit. Snel erin. Zijn ze weg? Zijn ze weg? Nee, ze zijn weg. Oké. Crafting. Oh, nee, zijn seeds. Crafting table. Place. Wieuw. Oké. We gaan beginnen met een diamond axe. En mijn brood natuurlijk. Mooi. Laten we nu even naar buiten gaan. Sorry kippetjes, jullie krijgen geen sheets. Laten we een boom maken voor een kroeg. Oké. Maar ik vind dat deze challenge wel leuk is. Ik geef toe, we moeten toch wel iets verzinnen voor challenge. Maar ja. De top burgemeester uitdaging challenge. Dus bouw een... Of eigenlijk, je bent een burgemeester, bouw voorzieningen en de kroeg om inwoners zoek te houden.
Oké, dat is dus deel 1 van de challenge. De topburgemeester-challenge. En daarna doen we de Night Stalker Challenge. Spooky. Dat doen we daarna in ditzelfde dorp, in dezelfde city, in dezelfde wereld, zoals nu. Dus laten we meteen beginnen met een kroeg te maken. En oh, ik krijg een lamme hand. Mooi zo. Waar zo? Oh, hier is een mooie plek voor de kroeg. Kroeg. Oh, nee. Ik ben helemaal vergeten van die lava. Dat de lava hier spant. En auw. I'm on fire. Ah. I'm on fire. I'm on fire. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, mooi. Nou, ik wil gewoon even die ding maken. Nou. Stop maar, wat vuur. Weg. Nee. Weg. Ah, mooi. Dat is weg. Dus laten we hier meteen beginnen. Oké, wacht. Als ik nou hier zo begin met de eerste twee. Ja, hier begin ik. Ik was bijna dood. Ah! Ik heb nog eens door. I'm just building. Building like a madman. Wait. I am a madman. Oké, laten we de ingang hier maken. Beautiful. En, ah, nee, ik ga niet helemaal terug. Oké, laten we gewoon dit allemaal, al dit hout stelen. En bloep. Dank gij het wel. Een crafting table. Einstein. Waar staat de deur? Waar zou de deur geklopt? Hard geklopt. Deur kapot. Waar zou de deur geklopt? Wie zou dat zijn? De irritante gast, denk ik. Nee, je mag niet schelden. Goed zo, Ali. Iets zoals dit. Barkrukjes. Zo. Doe je deur. Oh my god. Dames en heren. Wat ik nu voor me ziet. Ik zit nu tegenover de pakiet. Hij is aan het schijten. Oké, we hebben meteen personeel. Ja, wat? Nee, die wil dus niet personeel zijn. Kijk, wat barkrukjes. Ja, die moet wat groter. Dit ding. Nee, dit ding moet wat groter. Blam. Oké, ik pak al dit hout. Maak ik het wat langer. We hebben meer ruimte. Auw. Waarom heb ik deze lag altijd? Bloep. En ploep. Oh, ze mogen niet verder dan de kustlijn. Nou, kustlijn noemen we dat ook weer. De zichtlijn van het dorp komen. Dus deurtje dicht. Oh, kijk, ik zocht dan de bars. Ik denk ik moet nog iron ore zoeken voor bars, maar nee. Tuurlijk hoeft dat niet. Ik heb het al hier. Tuurlijk, hé. Er ook nog een plekje zijn voor de kok, maar dat doen we later. Eerst de bloemetjes even weghalen. Bloemetjes. Ja, bloemetjes. Gaan we. Oké. Dit wordt een beetje te gek. Hallo. Oh my god. Wat meer stoeltjes. Mag dat crafting table? Ja, mag dat al. Dat vind ik lief. Even een pickaxe maken. Hup. Oh nee. Het is een pickaxe. Ik wil bijna zeggen pick. Ja, axe, maar dan met een S ervoor. Maar dat kan mijn kop nog even. Armin Bars, dank je. Dank je. En dan krijt. En nu nog die ene hier zo. Ik wil niet zinken. Ik wil niet verdrinken. Ik wil niet doodgaan. Dank u wel. Mami! Mami! Oh jee. Oké. Hoe gaan we dit doen?
Yes, ik heb ze allemaal. Mooi zo. Laten we teruggaan naar onze bar. Onze, hoe noem je dat? Kroeg. Ja, we gaan terug naar onze kroeg. Lekker stappig biertje. Biertje drinken. Lekker stappig biertje. Nou, toch heeft het een best gezellig kroegje nog hoor. Als hier alle villagers bijeen zouden komen, dan zou dit echt een toppunt van gezelligheid zijn. Ik kan er nog een klein zielig stoeltje hier doen. Oké, waar ga ik dit laatste kleine zielig stoeltje doen? Waar? Oh, ik zet gewoon een zielig stoeltje hier zo. Oké, dat is het zielig stoeltje. Mooi zo. Zielig stoeltje is geplaatst. Moet nog aan zijn voor de kok. De kok. De kok met zijn kookkunst. Tuurlijk. De kok. Oké, de kok. Dus we gaan nu dit... Hoi. We gaan nu even dit hout verzamelen, dames en heren. Dit paar stukjes hout. En sorry voor de onderbreking, mijn opa liet net even binnen, maar dat maakt je over luid hoor. Oké, we pakken even dit stukje hout. Wat allemaal hier is. En als het goed is kunnen we dan net genoeg om onze kroeg af te maken. Plup. Mooi zo. Maar kan ik... Ja, hier, oké. Dus hier ga ik de keuken maken hierachter. Maar het wordt al nacht! Nee! Nacht betekent zombies. Zombies betekent shit. Ja, dat klopt. Dat is bij shit. Oh, villagers, snel, ga naar binnen. Het wordt nacht. Nee, die gaan niet binnen. Mijn kroeg is nog niet af. Oké, mijn kroeg doen we morgen. Snel. Naar mijn goed bewaakt huis. Maar dat is veel te... Gek, dus dat doe ik niet. Wacht, ik heb mijn... Oh, wacht, ik heb het armor nog. Bloep. Kijk eens aan. Ben ik wel beter beschaamd. Oké, waarom doe ik het toe? Oh, hier is het licht. Ah. Ja. Jee, licht. Sorry, dit is nu mijn huis. Grapje. Is het een grappie? Ja. Nee, het is geen grappie. Ja, maar hè. Oh man, this is not very likeful. Oké, dus we pakken dit hier. Maak een klein trapje voor als we eruit willen. Zoals dit. Smooth set stone. En als we deze dan weghalen, vaarwel. Dan kunnen we jou hier. Oké, dus hebben we... Oh mijn god. Een skelet. Dat is skelet nummer 1 van 26 miljard. Oh. Zie je, zo gauw spannend er al een skelet, hè? En daar komt hij deze kant op en dan kom ik met mijn twee hartjes nog aan. Dan zie je onze koe in het vet. Hij ziet er niet uit als een mini-doolhof of iets. Dit was al de 17e keer. Ali Gaming. Dit was Ali Gaming. Dit was aflevering 1 van de... van de NCP Dorp Challenges. Aflevering 2 gaan we verder met de kroeg. En daarna ook nog de Night Stalker Challenge. Dus dit was Ali Gaming. Ik zie jullie de volgende keer. Doei!